What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook op een ket als Calvin en we zijn er weer, man. We gaan weer 30 seconden spelen. Laten we beginnen, man. Mocht je nog niet op de hoogte zijn van het feit dat het deze hele maand al feest is, dan zal ik je toch even uitleggen. Kelsember, elke dag komt er een video online, zolang jullie het aantal likes halen wat ik aan jullie vraag. En vandaag is het like goal dit. 9500 likes. Nou, dat moet lukken. Als we binnen 24 uur dit aantal likes halen, betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. Dus like alvast eventjes de video. Goed, vandaag gaan we een nieuwe aflevering maken van In 30 Seconden. Ik ben benieuwd of je in 30 seconden bepaalde dingen kan raden. Bijvoorbeeld, kun je in 30 seconden iemands geaardheid raden? Ik denk dat je op vrouwen valt. Ik ben bi. Nee, fucking bullshit! Kun je in 30 seconden iemands stem raden? Oh, zeg eens groenten. Groenten. En Scheveningen. Scheveningen. En vandaag ga ik in 30 seconden proberen te raden of twee mensen daadwerkelijk een stelletje zijn. Dus ik mag 30 seconden alles aan ze vragen. Zij mogen alles beantwoorden wat ze willen. Of de waarheid, of allemaal leugens. En dan ga ik proberen aan te voelen of zij echt een stelletje zijn samen. Of dat het gewoon twee random mensen zijn die bij elkaar zijn gezet. Er komen straks een aantal wildvreemde mensen langs. Die gaan op deze stoeltjes zitten. Dan ga ik ze 30 seconden het hemd van het lijf vragen. Dus abonneer alvast even op mijn kanaal, zodat je elke dag op de hoogte bent van de video's die ik maak. Volg me even op Instagram, het zou gezellig zijn. Ik maak keiharde pika's, man. Je weet toch, dit gaat, broer. En dan lijkt het me een goed plan om gewoon te gaan beginnen. Let's go, man. Let's go. Ik wil het eerste hypothetische stelletje vragen om hier naartoe te komen. Dag mensen, kom er gezellig bij. Jeetje, jullie zien er gewoon hetzelfde uit. Hier, kom lekker hier zitten, zo. Wat fijn dat jullie in mijn huis zijn voor dit legendarische experiment. Ik ga jullie in 30 seconden allerlei vragen stellen. Dat moeten jullie eigenlijk beantwoorden, maar het hoeft niet per se naar waarheid of naar, naar leugens te zijn. Oké, dan gaan we beginnen. 3, 2, 1. Hoe oud zijn jullie? 18. Allebei 18. Allebei 18. Hoe lang zijn jullie al samen? 7 maanden. Al 7 maanden samen. 7. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Op school. Ja. En kennen jullie elkaar daarvoor al? Ook wel, ja. Een paar keer gezien. Okay. Ja. En jullie zijn een hoofd op de boot op elkaar? Ja. Ja. Kunnen jullie elkaar even knuffelen? Dan kan ik even zien wat de chemie is. Of jullie, oké. Okay. Oké, en jullie willen trouwen later? Misschien wel, ligt nog een beetje. Willen jullie kinderen misschien? Heel misschien ook, dat is de moeder nog even. Kijk, dit is dan. Oké. Okay. Jullie hebben dezelfde kleren. Ja. Waarom zou je... Ja, dat weet ik ook niet. Oké, okay, de 30 seconden zijn om. Dus ik moet nu een oordeel gaan vergen. Ik moet nog op basis van een knuffel en drie antwoorden bepalen of jullie verliefd op elkaar zijn. Ik denk dat... ik denk dat jullie geen koppel zijn. Ik denk dat het echt een groot lulverhaal is. Ja. Oh, dan kom je wel... je hebt het wel goed. Ja! Jullie zijn gewoon matties. Shit, we hadden die trui. Ik zei het nog, ik moest een andere trui aan doen. En die knuffel was wel iets te veel soort bro-hug, man. Dat was wel... Nou, dan wil ik jullie bedanken. En ik had het goed. Dus het is een goede aftrap. Het is een goede start van deze aflevering. Zijn de eerste ook? Jullie zijn de eerste. Ja, jij ook. Maar even, nee, ik zei thuis nog, geen high five geven, want En toch shit, doe je dit. Toch doe ik het. Oké, jongens, ik ga jullie vragen om de kamer te verlaten. En dan ga ik door met persoon nummer 2. Ja. Bedankt dat jullie er waren, jongens. Ja. Oké, okay. Ik zeg wel persoon nummer 2, maar het gaat natuurlijk om koppel nummer 2. Ik zit nu in een goede level en we gaan gewoon door. Kom in het meest gezellige hol van Nederland. Ja, weet je het zeker? Ja, ik ben nooit zeker van mijn zaak. Hallo. Hey. Kom lekker zitten. Hey. Kelvin. Ramon. Hoi, Cecile. Kelvin, weten jullie een beetje wat de bedoeling is? Ja. Ja? Ja. Hebben jullie er een beetje zin in? Zeker. Komt ie, ja? 1, 3, 2, 1. Hoe oud zijn jullie? 19. 20. En jullie zijn al lang samen? Wij zijn al heel lang samen. Ja, hoe lang dan? Al heel ons leven, denk ik. Hou op. Echt, jullie zijn verliefd op elkaar? Ja. Kunnen jullie eens elkaars hand vasthouden en laten zien naar, hoe doen jullie dat? Een beetje zo doen ze dat altijd. Oké, okay, waar komen jullie vandaan? Uit de buurt van Gouda. En jij ook? En hoe kennen jullie elkaar? Ja, via onze ouders eigenlijk. Wil je eens elkaar een knuffeltje geven? Gewoon kijken hoe knuffel. Dat... Ja. Hoe zouden jullie elkaar goede... Ja, doe maar. Ja. Zo, ik weet niet, hè. Oh, kak! Tijd! Moeten we nu al zeggen dat we broer en zus zijn of... Ik weet niet of je me nu op een dwaalspoor aan het zetten bent. Waarschijnlijk wel. Jullie zaten nog midden in die ongemakkelijke hug. En toen ineens... Fuck, nu moet ik een keuze gaan maken. Hebben jullie elkaar eens een kusje gegeven? Ja, toen we vroeger waren, denk ik wel. Vroeger klein. Maar nu niet meer? Met een verjaardag of zo. Met een verjaardag, maar... Oké, dus jullie zouden hier niet een kusje aan elkaar geven? Op de wang. Op de wang misschien. Oké, wil je dat nog eens doen? Dan kan ik even kijken. Jij mag... Ik heb Oké, jullie zijn hartstikke verliefd op elkaar, dat weet ik nu al. Ja, weet je. Ja, ik weet het zeker. Okay. Ja! Toch, jullie zijn een stelletje, toch? Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? 3 jaar. Oké. Okay. Nou, ik vind jullie wel een topstel. Maar jouw tactiek, broer en zus. Maar, je voelt het gewoon in jullie. En ook jullie soort van... hoe moet ik nou knuffelen?
Nou, jullie hadden wel goede tactiek. Maar ik had het wel goed. Mag ik jullie bedanken dat jullie helemaal hierheen zijn gekomen om deze vragen te beantwoorden? Zeker. Oké, dan ga ik jullie weer wegsturen. Dank jullie wel, high five. Nee, natuurlijk niet. Iedereen trapt, er is nog niemand die echt zo zei, joh. Ik ken dit. Wees nog heel lang gelukkig samen, ja? Joejoe! Doei! Joejoe! Oké, okay, we zijn lekker onderweg. Koppeltje nummer 3. Hallo! Hallo! Dag, dag! Hoi. Zo, kijk, komen ze even hand in hand aanlopen. Ga lekker zitten. Wat dachten jullie? We komen lekker hand in hand, want ja, dan kan het niet anders dat wij... Ik heet Kelvin. Ik ben Joline. Hey Joline. Boris. Joline en Boris. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. Ik heb het al 2 keer goed gehad, dus dat je het even weet, ik ben wel redelijk op een hoog niveau. Dan gaan we. 3, 2, 1. Hoe oud zijn jullie? 16. Allebei? 17. Ja, jij bent 17, jij bent 16. Ja, en jullie hebben verkering met elkaar. Ja. Zijn jullie verliefd? Heel al lang? Ja. Ja. Zeker. Hoe lang? 1,5 jaar. 1,5 jaar? Ja. En hoe kennen jullie elkaar dan? School. Van school. En hebben jullie wel eens bed gedeeld met elkaar? Zeker. Wanneer was dat voor het eerst? Tijdens kerst. Hebben jullie wel eens een kusje gegeven aan elkaar? Ja. Ja. Wil je dat nu ook doen? Kijk zo. Ja, tijdens om. Dit was waardevolle informatie, want dit is mooi. Ik heb een paar vragen kunnen stellen. Jullie willen het kusje niet doen. Maar dat kan op 2 manieren. Of jullie willen het niet omdat jullie geen koppel zijn. Of jullie zijn wel een koppel. En doen alsof jullie het niet willen om mij op het verkeerde been te zetten. Kan beide. Ja. Ja. Oké, dus dan moet ik het puur op basis van jullie antwoorden. Seks tijdens kerst, goede keus. Ik denk dat jullie, als ik zo even naar jullie kijk. Ik zou jullie wel bij elkaar zetten. Ik denk wel dat jullie een stelletje zijn. Ja, het is goed. Ja? Ja? Met op een street, man. Yeah! Bij dat kusje dat jullie niet wilden doen, dat vond ik mooi, want toen hadden jullie dat ook zo bedacht. Je manager, man. Ja. 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 Teringlijn, hè. Wat grappig zeg. Hé, maar ik heb het al 3 keer goed. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Het was van korte duur. High five. Bedankt voor alles. Nee. Oh, ik wist dit. Ik zeg nog tegen hem buiten. Mij voor de deur, niet doen. Echt? Ja. Als dan achter je. Oké, doei. Doei. Ik ben al op de helft, ik heb bijna alles goed. Dus we zijn goed onderweg. Ik wil graag koppel nummer 4 in mijn huisje. Hi. Hallo. Kom gezellig zitten. Zo, wat zie ik een brede glimlach op jullie gezichten. Paula, Wendy. Wendy en Paula. Zijn jullie klaar voor? Ja. Oké, okay. Let's go. Hoe oud zijn jullie? 18, 20. En jullie zijn verliefd op elkaar? Ja. Ja? Zo, die kwam er lekker uit. Oké, jullie zijn verliefd op elkaar. Ja. Zijn jullie al lang samen? 1 jaar. En hoe kennen jullie elkaar dan? We zijn goede vriendinnen. Oké. En we zijn de mannen een beetje zat, dus we kennen nu gewoon elkaar. En jullie zijn verliefd op elkaar? Ja. En jullie gaan voor altijd bij elkaar blijven? Dat is wel het plan. En dan ga ik even direct de vraag stellen. Hebben jullie elkaar wel eens een kusje gegeven? Ja. Ja, nee, ja, tijd. De tijd is al, nee! Ja, normaal gesproken, mijn slotvraag is altijd de ultieme vraag, namelijk geef elkaar eens een kusje. Dit moment was goud. Ik wist wel dat ze zo zou kijken. Maar zo zijn we niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat snap ik ook. Nee, het mooie was, ik vroeg het net ook aan die anderen en die durfden het niet. Ze waren uiteindelijk toch een stel. Want ze waren een soort van reverse psychology aan het doen, weet je wel. Nu is het moment voor mij om te raden of jullie bij elkaar horen. Ja, ik heb nog zoveel vragen, maar ik mag ze niet meer stellen. Het is zo moeilijk. Ik denk dat jullie... Ik denk dat jullie geen koppeltjes zijn. Nee, zijn we ook. Ja, ja. Jullie zijn echt goede vriendinnen. Ja. Yeah. Maar jullie zijn geen... jullie hebben geen verliefde gevoelens. Nee, we hebben geen liefde voor elkaar. Nee, jullie houden wel van elkaar. Maar vriendschappelijke jullie... liefde. Juist. Maar wat gebeurde er toen ik vroeg of jullie verliefd op elkaar waren? Toen bleef het al... Nou, toen al stil. Eigenlijk hadden we iets anders afgesproken. Ja? En toen was ze van... Oh nee, maar dat kan niet nu. Dus hoezo? Toen was het oude plan helemaal... Wat was het oude plan dan? Nou, dat we zouden zeggen dat we zusjes waren. Want mensen die denken dat altijd, maar dat is niet zo. Oh, ja, dat had ik misschien wel geloofd. Dan wil ik jullie heel erg bedanken. Love jullie. Dag. Doei. Oké, dan komen nog 2 koppeltjes. En dan, het gaat lekker. Koppel nummer 5. Hallo. Hallo. Hi, Stefan. Kelvin. Hi. Hallo. Hi. Hoe gaat het ermee? Goed, met jou? Ja, gaat hartstikke goed. Weet jullie een beetje wat de bedoeling is? Ja, wij zijn een heel leuk stelletje. We hebben al een jaar verkering, iets meer dan een jaar. Oké. Okay. Dus, zijn we er klaar voor? Ja, geef ons de beurt antwoord, ja. Oké, okay. Komt. Ja, 3, 2, 1. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 16 jaar. 16. En jullie kennen elkaar al hoe lang? Sinds eerste klas. Sinds de eerste klas? 4 jaar. 4 jaar. En je bent sindsdien ook al een stel? Of, Nee. Een jaar stel. En hebben jullie wel eens geknuffeld met elkaar? Ja, we knuffelen altijd. Ja, willen eens knuffelen? Dan kan ik even zien hoe dat voelt. Dat jullie, Oké. Okay. En hebben jullie ook wel eens een kusje gegeven aan elkaar? Ja. Oké! Okay! En willen jullie trouwen later? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. En willen jullie ook kinderen later? Ja. De tijd is om.
Die 30 seconden ging snel. Oké, maar jullie... Hoe weten jullie nou dat zij kinderen wil? Daar hebben we het al lang over gehad, Calvin. Oké. Nou, jullie waren wel vol overgave. Jullie gaven elkaar ook een kusje, dus dat is... dat getuigt toch wel van een bepaalde connectie. Maar goed, we zijn hier niet om elkaar alleen maar kusjes te geven. We zijn hier om een wedstrijd te winnen. En ik ga een keuze maken. Gang. Deze vind ik echt moeilijk. Ik denk dat jullie geen koppel zijn. Zullen we zeggen? Nee, klopt. Zeg. Ja! Yes! Shit. Holy shit! Ik wist het! Shit. Het was op het moment dat ik vroeg over die kinderen en dat het trouwen. Jij zei de hele tijd ja, ja. En normaal gesproken zou je dat even zo samen. Zo van, nou ja, willen we eigenlijk kinderen of zo, weet je wel? Ah, maar dan moet ik wel heel eerlijk zijn. We hebben wel 2 jaar lang bijna een relatie gehad. Oké, maar jullie zijn nu niet meer samen? Nee, niet meer, maar we zijn nog hele goede vrienden. Vandaar dat het kusje nog wel even kon. Ja. Ik vond het wel legendary dat jullie er waren. Ik ben nog steeds ongeslagen. Holy shit. Dus, respect. Ja. Ja, maar ik moet nog 1 kop op. De groeten. Yo. Joejoe. Ik ben trots. We zijn aangekomen bij de climax van deze video. Namelijk, ik heb 5 van de 6 stelletjes goed geraden. Ik ben een beetje trots op mezelf. Oké. Ik ben klaar voor het laatste koppel. Komt u maar. Dag 2 mensen. Hallo. Hallo. Dag dames. Hallo. Kom lekker zitten. Anna. En? Lola. Anna en Lola. Wat een leuke namen. Jullie zijn voor elkaar gemaakt. Ja, natuurlijk. Anna en Lola. Weet jullie wat de bedoeling is? Ja. Ik ben de wetenschap aan het uitdagen of je erachter kan komen. Ik heb 5 van de 6 goed. Als ik het niet goed heb, dan heb ik gefaald. Yes, zijn jullie klaar voor? Ik zet de timer. Go. Hoe oud zijn jullie? 16 bedoel ik. 16? 19. 19. Oké, dus jullie zitten 3 jaar tussen. Hoe kennen jullie elkaar? Via. En jullie zijn gelukkig samen met elkaar? Heel gelukkig. Jullie zijn verliefd. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet dan? Rotterdam. In Rotterdam. En hebben jullie elkaar wel eens een kusje gegeven? Tuurlijk. Ja? Oh. Nee, wat is nou het antwoord? Want zij zei nee. Ja, een kusje. De tijd is om. Oké, ik weet genoeg. Ik denk dat ik genoeg weet. Oké. Ja, jij was heel erg zo van ja, was echt verliefd. Jij was echt zo van nee. Ik denk dat jullie wel een koppel zijn. We zijn het niet. Nee! Hey, het lag er dik bovenop. Ik weet niet waar jij nu was. Ik dacht, dit is de allerlaatste. Dus ik dacht, jullie gaan gewoon het extra moeilijk maken. De ene zegt ja, de ander zegt nee. Echt zo, nee dat. Maar jullie maakten al echt gewoon die fout. Ja. Echt? Oh, kut. Dan ben ik teleurgesteld in mezelf. Maar wel trots op jullie. Lang verhaal kort, kun jij in 30 seconden raden of mensen een stelletje zijn? Ik vind van wel, want ik heb 5 van de 6 goed. Klein schoonheidsfoutje. Ik wil iedereen bedanken die er vandaag bij aanwezig was. Iedereen hun social media, Instagram en YouTube staan in de beschrijving. Dus mocht je iemand willen checken, dan kan dat. En dan dank ik jullie zeer. Morgen een nieuwe video. I love you.